Kees Blok, voorzitter van het bestuur van het Stadsmuseum Almelo. De gemeenteraad heeft onlangs gewikt en gewogen en gesproken over de bezuinigingen op onder andere het Stadsmuseum. Likt het Stadsmuseum nu haar wonden? Nee, dat zou ik niet zeggen. Het gemeentebestuur heeft geluisterd naar de terechte bezwaren die we hadden tegen zo'n draconische bezuiniging van 65%. En heeft in ieder geval gezegd 50.000 in 21, dat gaat niet door. Het is geworden 15.000 in 1921. Dat is het goede nieuws. En nou het slechte nieuws. De 50.000 als zodanig, die blijft wel als een donderwolk boven ons hangen. Want dat gaat dan in 2023 gebeuren. Dan gaan we alsnog dicht. Dus het is slechts uitstel van executie. Ja, maar dat is niet het hele verhaal. De gemeente helpt ons om meer inkomsten te genereren. Bijvoorbeeld door ook te kijken naar een andere locatie die meer vierkante meters biedt. Het museum is qua oppervlakte nogal klein. Verder, wij moeten één van de personeelsleden, die functie moeten we opheffen. En we zijn bezig om in een herplaatsingstraject passend werk te vinden. En als dat zou gebeuren, dan komen we een eind in de goede richting. Maar alleen botweg bezuinigen zonder motivering, dat is natuurlijk toch heel slecht voor Almelo en ook met name voor dit museum. Wat kunt u zeggen over het eventuele behoud van de directeursfunctie voor het Stadsmuseum? Ja, dat is gewoon cruciaal. Dat is de discussie draait daarom. Het bestuur heeft gezegd zonder directeur, en het gaat niet om mevrouw Ivo, maar zonder een professionele kracht die van wanten weet. Wij zijn vrijwilligers, wij zijn aardige mensen die van musea houden, maar geen benul hebben. Echt geen verstand hebben van hoe je een museum moet runnen, hoe je tentoonstellingen moet inrichten, hoe je een tentoonstelling hier naartoe moet halen, hoe dat allemaal werkt in de zeer complexe wereld die de museumwereld nu eenmaal is. Wat er nu gaat gebeuren, want dat is ook breed gedragen in de gemeenteraad, er moet in Almelo een nieuwe cultuurnota komen. Wat willen wij als zichzelf respecterende stad aan culturele voorzieningen? En dan gaat het over muziek, over literatuur, over geschiedenis en de instrumenten die daarbij horen. Een stadsmuseum, een bibliotheek en een muziekschool. En wat hebben wij daar nou voor over? Sigrid Ivo, directeur van het Stadsmuseum Almelo. Wat zijn de plannen voor het Stadsmuseum Almelo 2.0? Ja, als Stadsmuseum zouden we heel graag naar een andere locatie willen. Grote, zodat we mooie, brede, grote tentoonstellingen kunnen neerzetten. Ook voor een laagdrempelige tentoonstelling. Maar wel met een wauw-effect, mooie kwaliteit, goede kwaliteit. En wat nu ook wel blijkt uit de Barbie-tentoonstelling, je kan met zo'n tentoonstelling dus ook mensen van buiten de regio trekken. En dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Wij zijn geen oudheidskamer. Wij kijken niet alleen naar de geschiedenis van Almelo. Wij kijken veel breder. We zijn een museum met ook tal van andere interessante tentoonstellingen die het leven in Almelo op een hoger niveau tillen.